Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Welkom in het programma, zeg het maar. Ja, dat is even schrikken, hè? Inderdaad, ja. Maar wel leuk, toch? Ja. Mag u het programma even openen dat u zegt welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week? Welkom bij het programma Zeg het maar deze week. Voor deze week, inderdaad. Ja, dan mag u alles zeggen wat u wilt. Nou, ik wens iedereen een gezegende paasdagen. Ja, gaat u nog wat leuks doen met de Pasen? Ja, mijn zus is jarig, dus daar ga ik naartoe. Oh, dat is altijd gezellig, een verjaardag. Ja, dus. Doe ze even feliciteren in de camera. Mijn zus en zwager zijn deze week, afgelopen week, jarig. Dus die feliciteer ik bij deze. Oh, ja. Ja. Gezellig op visite? Ja, zondag. Ja. Dat is altijd wel druk met de Pasen dan natuurlijk. Maar wel gezellig. Ja, iedereen bij elkaar? Inderdaad, ja. Ja. Gezelligheid kent geen tijd. Zo is het. Zo is het toch? Ja hoor, zo is het. Voor de rest nog leuke dingen doen of houdt u het lekker rustig? Nee, en ik ga naar de camping. Dus. Oh, de camping? Ja. Ja, het voorjaar komt er weer aan, hè? Zo is het, ja. En nu even een mooie kaart uitzoeken. Ja, zo is dat. Die gaat voor de verjaardagen. Ja, dat zijn voor verjaardagen. Ja. Oh, voor verjaardagen? Ja. Heeft u zoveel verjaardagen? Ja, die heb ik, ja. Inderdaad. Altijd gezellig. Zo is het, ja. Nou, okay. Maak er een fijne Pasen van. Ja, dankjewel. Insgelijks. Nou, dank u wel. Dat komt helemaal goed. Mag ik het magische woord even roepen? Dan roept u volgende. Volgende. Dank u wel, mevrouw. Oké. Okay. Succes met de kaart. Ja, dank je wel. Dag. Nou, vooruit dan voor deze keer. 1, 2, 3. Zeg het maar. 1, 2, 3. Volgende. Nou, doei. Mag het beeld uitlopen? Oké. Het zit er weer op. Doei. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze zonnige morgen. Een zeer zonnige morgen. Heeft u al een beetje de paasgedachte? Nee. Wat is dat? Ja, het mag, het hoeft niet hoor. Nee. Het is net wat u wilt. Heeft een lekker appeltje, zie ik. Ja. Oh, lekker zeg. Ja. U bent op een gezonde toer. Ja, dat proberen we. Ja, dit is zeg het maar. Dus dan mag u alles zeggen wat u wilt. Ik heb niks te zeggen. Niet? Nee. Helemaal niks? Nee. Dat is wel heel saai, hè? Ik zou niet weten wat ik moet zeggen, nee. Tegen vreemde mensen. Ga nog leuke dingen doen? Ik ga even naar de biologische winkel. Ja? Wat gaan we halen? Boodschappen. Ja? Voor allemaal de verse groenten? Verse groenten en rijst en allemaal dingen die je nodig hebt om te koken. Oh, en we gaan er worden welk gerecht? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, dat is een verrassing. Ja. Ja, het ligt aan wat de winkel te besteden heeft. Of ja, en wat er in aanbieding is natuurlijk. Dus, ja, soms wel. Ja, ja. Je moet op de kleintjes letten, toch? Ja, zeker wel. Ja, op de kleintjes letten. Ga de paaseigen zoeken? Nee hoor. Ook niet? Jij wel dan. Ja, natuurlijk. Ja. Hoort er toch bij? Nee, ik niet. Ja, dat hoort erbij. Oh ja, sorry. Anders is de paase toch niet compleet. Als jij het zegt. Ja, wel chocolade-eieren dan, hè? Die zijn lekker. Nee. Ik kan niet meer chocolade-eieren. Kippen-eieren? Ja, nou, misschien. Misschien. Nou, ik kan je niet overtuigen. Ik hoor het al. Nee. Dat gaat het niet worden, hè? Nee, ik geloof niet. Nee. Nou, maak er een mooi weekend van. En wat ga je net doen met dit filmpje? Oh, gewoon. Dat vind ik leuk. Vind je leuk? Dat vind ik hartstikke leuk. Zoals op televisie. Ja, dat kan op televisie. Dat zat er niet, hè? Waar kom je vandaan dan? Waar ben ik om? Nee. Waar kom je vandaan dan? Ik woon in Lunteren. In Lunteren? Oh, maar dan kunnen ze het ook ontvangen hoor. Ja? Ja. Dat is niet de bedoeling hoor. Ja, juist wel. Oh, nou dat vind ik niet. Dan word je doorbraak. Geniet ervan. Ja, maar dat wil ik niet. Juist wel. Wat wil je nou nog meer dan in Zeg het maar zitten? Hoe kan je Pasen nou beter beginnen? Ik ken het programma niet, dus dat weet ik niet. Maar dan kom je hier wel achter. Ja, dat gaat hier wel gebeuren. En dan roepen de mensen altijd heel spontaan, volgende. Ja, dan moet u heel spontaan volgende roepen. Volgende? Ja, dankjewel. Oh, nou, volgende. Ja, dan bent u vrij hoor. Dag. Ik ben 15 jaar huismeester hier geweest. Dag meneer. Dag mevrouw, meneer. Oh, wat zegt u nou, dag mevrouw? Smaakt hij een beetje de kibbeling? Heerlijk. Ja, dat dacht ik al. En nou zit u in het programma Zeg het maar. Oké. Nou, dat is leuk hè? Ja. Nooit verwacht. Nooit verwacht, het gebeurt je gewoon hè? Overkomt je. Het overkomt je. Wat wil je nog meer? Verder niks. Nee hè, eigenlijk niet hè. Is wel het maximale. Ik eet mijn kibbelingetje op en dan ga ik lekker naar huis. Je hebt gelijk ook. Ga lekker genieten. Leuke paasdagen voor de boeg. Ja, lekker rustig. Lekker rustig? Ja. Lekker hapje, lekker drankje. Ja, zoiets. Geen wilde plannen. In dit geval? Nee. Gewoon rustig aan. Lekker van genieten. Kalman. En lekker genieten van de kibbeling. Nou, gelijk uiteraard. Oh, ik zie het. Hop. Ze gaan er goed in. Nou, maak er een leuke Pasen van. Gaan we zeker doen. Mag u maar eens woord roepen? Dan roept u heel spontaan. Volgende. Volgende. Dank u wel. Dag meneer. Dag. Zwaai maar even. Ah, nee? Oké. Doei. Ja, dankjewel. Wat zegt u nou, mevrouw?
Wat zeg je nou? Dat is zo erg. U bent oma? Ik ben oma. Ja, ik ben goed bezig, en, hè? En wie is dit? Even kijken, wie is dat? Hallo. Vertel eens even aan de meneer. Ja, wie is dat? Maya. Ah. En Nathan. En Nathan. Dag Nathan. Hallo. Hallo. Oma, wat heeft u allemaal gekocht over de kinderen? Nou, snoep natuurlijk. En, ja, alles al, hè? En dan weer een visje halen. Oh ja, koekkruimels. Koekkruimels ook nog. Ja. En je bent er maar vis. Druk mee. Ja, 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 ja. Dat hoort erbij, hè? Ja. Oh, je gaat er nog hoor. Nou, dan mag ik u even roepen. Volgende. Volgende. Dank u. Dag. Waar is dit voor eigenlijk? Nee, TV. Programma zeg het maar. Ja, 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 ja. Ho, ho. Ja, het programma zeg het maar. Nee, ik ben niet eng. Val best mee. U ziet het vanzelf terug. Dag, mevrouw. Oh, dan ben ik aan de beurt. Nu bent u aan de beurt, ja, zegt u maar. Ja, ik sta hier voor een goed doel, voor de voedselbank. Oh, folders uit te delen. U staat hier voor de voedselbank? Ja. Ach, met folders? Met folders. En waarom staat u hier voor de voedselbank? Omdat het een heel nuttig iets is. Omdat er zoveel mensen eigenlijk het zo arm hebben dat ze van de voedselbank moeten eten. Dat is niet best, hè? Nee, dat is eigenlijk heel erg. Best wel schrijnend. Dus de gezamenlijke kerken proberen nu een actie, net als vorig jaar, weer op poten te zetten. En dat was vorig jaar erg goed gelukt. Ja, dat was een succes. En we hopen dat dat nu hetzelfde is. Dat er maar heel veel mensen voedsel mogen doneren. Zo is het. Laten we daar maar vanuit gaan dan. Ja. Maar de mensen stoppen soms de folder zomaar in hun zak zonder te kijken. En ze lopen zomaar door. En hè? Ik ben bang dat ze dan thuis ook niet kijken en de folder meteen weggooien. Ja, ja. Maar daar word je niet vrolijk van. Nee, ik snap hem. Ja. Heeft u nog een leuke paas voor de boeg? Gaat u wel wat leuks doen? Lekker rustig aan, want het leven is druk zat en soms moet je wel eens rust nemen. Gewoon een beetje onthaasten. Onthaasten. Gelijk heeft u. Hartelijk dank. Maak er een leuke paas van. Dank u wel. En dan roep je het magische woord. Dan roept u. Volgende. Volgende. Dank u. Dank u. Dag. Dag. Eet smakelijk, meneer. Dank u wel. Dag, mevrouw. Zegt u maar. Ja. Ja. Dan mag u alles zeggen wat u wilt. Wat moet ik zeggen? Nou, het is... ga lekker boodschappen doen. Ja? Maar we moeten eerst nog even geld pinnen. Oh, dat is ook belangrijk. Ja. Oh, je gaat de hele pinautomaat leeghalen? Ja, ja. Want er staat een behoorlijke rij, hè? Ja. Ziet u dat? Ja, nou... Dat is zo gebeurd. Ja, heeft u veel nodig voor de paasdagen of valt het mee? Nee hoor, valt mee. Gewoon lekkere dingen? Ja. Hapje, drankje? Ja, de kinderen komen en die nemen heel veel mee. Dat is hartstikke leuk. Oh, dus je hoeft niet alles zelf te halen? Nee, nee. Oh, en wordt er ook gekookt dan? Nee, nee. Ja, dat moet hij dan weer wel doen. Dat was, misschien ga ik nog een lekkere soep maken. Oh, een lekkere soep. Ja. En welke soep gaat het worden? De pompoensoep. Pompoenensoep? Ja. Dat hoor je ook niet alle dagen ja, natuurlijk, hè? Ja, mijn man heeft heel veel pompoenen in de tuin gehad. Ah, dus die moeten we gebruiken, hè? Ja, die moet je verwerken dan. En dat is hartstikke lekker. En we best nog leuke dingen doen of houdt u het lekker rustig? Nou, ja, we gaan natuurlijk naar de kerk en zo. Ja, dat hoort er allemaal bij natuurlijk, ja, hè? Ja. 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 En dan bent u bijna aan de beurt. Oh nee, nog niet. Er staan nog twee mensen voor u met pinnen. Of nog meer. Even kijken. Twee mensen. Dus één weg. Ja, die denkt van die camera staat er. Maken dat ik wegkom. Nou, hele fijne paasdagen. Ja, bedankt. Van dan mag ik het magische woord even roepen. Dan roept u volgende. Volgende. Succes met pinnen, hè? Ja. Langs de weg eten. Langs de weg? Nee, je moet er niet langs de weg eten. Oh, het is maar een banaantje. Ja. Dat valt mee. Smaakt hij wel? Heerlijk. Heerlijk, hè, zo'n banaantje. Dat is even genieten, toch? Is het gezellig op de markt? Ja. Ja, leuk, hè? Mooi weer. Bennekom, hè? Ja. Ja. Altijd gezellig, altijd leuk. Ja. Nog een leuk weekend voor de boeg? Zeker weten. Ja, wat gaat hij doen? Krijg je morgen mijn zoon te eten. Oh. Overmorgen ga ik naar mijn dochter. Oh, je bent er druk mee. En de tweede dag naar mijn jongste zoon dus. Oh, je hebt jezelf ook een beetje uitbesteed. Nee, gevraagd. Gevraagd. Ik ga nooit uit mezelf. Nee, dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Zo hoort dat niet. Nee, nee. En de buurvrouw? Oh, die gaat er vandoor. Dat is mijn buurvrouw niet. Nee, maar die stond bij u, toch? Ja. Ze is helemaal daar. Dat is mijn vriendin. Dag, vriendin. Dag. Wat gaat u doen met de Pasen? Ik ben lekker thuis. En tweede Paasdag ga ik goed met haar. Bij mijn zus. Oh, dat is toch ook gezellig? Ja, dat is gezellig. Lekker een stukje vlees bakken. Een glaasje wijn erbij. Een klein glaasje erbij. Ja, dat vindt u wel lekker natuurlijk. Dat hoort hè? Er toch bij, of niet? Ja, je moet er wel van genieten van het leven, toch? En dan gaan we even de markt over. Oh, gezellig de markt over? Ja.
alle ingrediënten halen? Ja, alles zit al in de tas. Lekker. Ja? Oh, je hebt alles er binnen? En brietje. Een toosje, hè, bij een wijntje. Komt helemaal goed. Dan worden we genieten. Dames, ga strak naast elkaar staan. Ja. Strak naast elkaar. Ja, nou, dat doen we. Ja, dan mogen jullie het programma Zeg het maar afsluiten. Ja? Ja. Ja. Zal ik de afsluitzin even voordoen? Ja, ja, doen we. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. 3, 2, 1. Dit was het programma Afsluiten voor deze week. En graag tot volgende week. Ja, ja, nou, ja, goed. Ja. Zullen we er maar mee doen dan? Doe maar. Zwaai maar even naar de kijkers. Doei. Nou, blijf zwaaien. Goed, veel plezier nog. Ja, dankjewel. Hè. Jij ook fijne Pasen. Ja, dankjewel. Dag dames. Doei. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. Ze valt me zo in de reden. Wat zegt hij nou? Waar wordt hij uitgezonden? Op EDTV. Oh, dat hebben wij niet. Ah, jawel. Bij EDTV. In Wageningen zitten wij. Oh, zit je in Wageningen? Wij wonen in Wageningen. Maar jij weet in de Havelanden. Oh, sorry. Sorry. Ja. Maar ja, ik kan er ook niets aan doen. Nee. Dat is niet anders. Gewoon EDTV. Nou, leuk. Leuk, hè? Ik zal mijn broer waarschuwen. Ja, is het je toch nog een keer gelukt. Ja. Dag.